Welkom bij Haagland Voetbaljournaal. De derde dag van het trainingskamp in Albufeira in Portugal. Donderdagavond is ook RKVV gearriveerd. En dat traint nu achter mij op een van de bijvelden van het gemeentelijk sportpark in Albufeira. Het sportpark waar destijds ook het Nederlands elftal actief was bij trainingen tijdens het EK in Portugal. Velo, dat heeft hiervoor getraind. Maar nu aandacht voor RKVV. En Pieter Donat praat dadelijk met spelers en trainer. George, hoe beviel de eerste training? Lekker. Het is natuurlijk beter dan dat je in Nederland zijn eerste training hebt. Als je hier in Portugal toch wel altijd wel die zon hebt. En het is natuurlijk leuk om al die gasten weer te zien. En ik merk gewoon aan iedereen dat ze er enorm veel zin in hebben. Want we hebben nog wel wat punten te behalen natuurlijk. Heb je zin in de Algarve Cup morgen? Ja, de Algarve Cup tegen... wie was het denk ik? Ik denk Xerxes en Velo. Xerxes en Velo. Oh ja, tegen Velo is het leuk. Want er speelt ook een jongen met wie ik nog Buislandia heb gespeeld. Dan ken Kees Tempelaar natuurlijk ook vanuit Westlandia tijd. Dus het is leuk, die zag ik net hier ook. Het is leuk om die gasten weer te zien. Ja, je wil natuurlijk gewoon wedstrijden spelen, want volgende week moeten we er gewoon staan zondag. Donny, hoe beviel de eerste training? Ja, het is natuurlijk lekker om zo met dit weer lekker te trainen. Dat is gewoon, mooier kan je niet hebben eigenlijk. Je hebt met Adel Haag ook wel de Estepona meegemaakt. Kan je het al vergelijken? Het is anders. Het is anders. Kijk, met een amateurclub dan is het toch meer vrijer. En, ja, het is gewoon iets ontspannender allemaal. En bij Ado is het toch meer van je gaat echt heen om te trainen. En dit is meer voor de teambuilding. Bas, hoe is de eerste training op Portugese bodem bevallen? Ja, goed. Ik moet zeggen, de omstandigheden zijn goed. De temperatuur is op zich goed. Klein beetje wind, maar als ik het goed vernomen heb, gaat dat morgen ook al een stuk liggen. En je merkt al, als je uit de wind, je voelt de zon wel gewoon branden. En goed kunstgas, dus je ziet de entourage eromheen. Dus goed. Gasten hebben goed gewerkt. Dus, Je bent de training niet afgesloten met de partijvorm, maar met een stijgroen, sprintoefeningen. Had dat een bepaalde reden? Nee, dat was wel een beetje altijd een beetje de klap op de vuurpijl. Het is toch een beetje mentaliteit kweken, toch ook een stukje arbeid weten van hey, we zijn ook weer begonnen. Niet alleen heel veel met de bal gedaan, maar ik vind het toch altijd wel belangrijk. En dat, als voetballer had ik dat ook altijd wel. En dat je toch ook even weer weet waar je het voor doet. Je moet ook inhoudelijk sterk worden en een stukje afzien. En dat hoort er allemaal bij. Na de training op het veld in Albufeira van RKVV is het tijd om het strand een keer op te gaan zoeken. En dat doen we met Velo, want Kees Tempelaar heeft op het programma staan een lichte training en ook wedstrijdjes voetvolley. Brian, voetvolley, is het spannend? Ja, dat is hartstikke spannend. En alles zit erin, hè? Beetje spelvreugde. Maar jammer dat het een beetje wind is, althans te veel wind hier. Ja, de wind kan ook je voordeel zijn, hè? Als je natuurlijk moet volleren, die bal daalt lekker snel en dan is het prima. Ja, en het vraagt een stukje techniek, hè? De Alkmaarders hebben dat wel, die techniek. Ja, de Alkmaarders hebben dat zeker wel, dus met mij is dat geen probleem.